goed, ik wil nu het woord geven aan een oudere broeder die ik vorig jaar heb ontmoet. Een broeder uit Genemuiden. En die op een gegeven moment zijn getuigenis op papier heeft gezet. Een oudere broeder, we zien hier voornamelijk dat er jonge mensen zijn. En we vragen onszelf wel eens af, maar kan de Heer nou ook mensen uit, een oudere mensen uit een hyper-calvinistische kerk tot bekering brengen? Die helemaal vastzitten in standen theologie en hyper-calvinisme? Ja, dat doet de Heer. En ik heb tegen hem gezegd, ik zou eigenlijk boven je getuigenis willen schrijven, God is veel groter dan dat wij denken. En daarom wil ik vanavond ook Kees van Beek uit Genemuiden nu het woord geven om iets te vertellen hoe de Heer op een zeer wonderlijke manier, veel groter dan dat hij zelf had kunnen denken, hem tot bekering heeft gebracht. Staat hier goed? Ik zou vanwege het indrukwekkende moment dat ik voor 1000 mensen een getuigenis mag afleggen, een ogenblik met u willen bidden of de Heer daarin mee wil komen. Almachtige God, u zei vanmiddag tegen me, ga. Afgelopen dagen zeer bestreden door de Satan. Tegelijkertijd plukte u me gedurende de conferentie. En u eindigde met ga. Vertel het ze. Wilt u meekomen in deze getuigenis? Die is niet van mij. Want u werkt in mij. Dat uw naam er groot van mag worden. Wilt u de bidders hier met me mee laten bidden? Dat het tot uw eer mag zijn. Amen. Arjan heeft verteld waarom er hier een oudere man staat. Als toonbeeld dat God ook 55-plussers tot zich roept. Als toonbeeld dat God mij redde van de eeuwige dood. Wie ik ben, ik kom uit Genemuiden. Ik ben Kees van Beek, 6 kinderen, 57. Ik ben mens, net als u. Net als u 1000. Net als de 16 miljoen mensen in Nederland. Net als de 6 miljard op deze wereld. Op weg naar God. Ik ben opgegroeid in de gereformeerde gemeente in Nederland. Gezelschapsleven ingegaan. Land van Heusden en Altena. Werkendam. In die tijd overtuigd geraakt. Zo'n 35 jaar geleden dat ik zo niet kon sterven. Rondgedold in de verschillende kerkgenootschappen. Hervormd, gereformeerde gemeente. God slaande hand raakte me zeer ernstig in een ongeval met een van mijn kinderen. Hij werd mij een loerende beer, zoals Jeremia dat zei. Voortdurend was ik op zoek. Ben naar de baptisten en de evangelische kerken gegaan, waar de vorm, de inhoud, voor een belangrijk deel verdreef. Maar Jezus stond er centraal. Ik snakte naar hem. Me talloze malen willen overgeven. Maar dan leek het wel of mijn voeten vastgelijmd zaten aan de vloer. Totdat ik vorig jaar op een betere uitvakantie naar Frankrijk ging. Ik meen dat het park La Draille heet. Met de hoogste noot in mijn ziel. De zondag daarvoor stopte een dochter van me een cd in de computer. En we luisterden als gezin naar een Jij daar jongerenavond. Waar dominee Simons sprak. En die man die ging daar nu hetzelfde vertellen wat ik meemaakte. Zijn zoektocht naar Jezus. Langs gezelschappen. Langs kerkgenootschappen. Langs bekeringsgeschiedenissen. Langs spreken van dominees van eeuwen geleden. We noemen dat oude schrijvers. Ook hij kon Jezus daar niet vinden. Hij riep tot slot de jongeren op hun hart open te stellen voor hem die daar roept in Openbaringen. Zie, ik sta aan de deur en klop, indien iemand mijn stem hoort en de deur open doet, ik zal tot hem inkomen. En ik zal avondmaal houden met hem en met mij. En daarmee werd de nood in mijn ziel nog hoger, want hij nodigde mij. Naar wie ik zo hartstochtelijk op zoek was. Hij klopte onophoudelijk op mijn deur.
Maar waar zat voor mij nu die knop? De mensen die het boekje Mensenziel kennen van Bunyan, die weten dat die oorblazers, die trompetters aan die oorpoort stonden. Hij trompetterde bij mij steeds harder. Ik tastte als aan de wand in het duister. Zo op vakantie gegaan. Reddeloos. Uitgestreden. Als ik geen verlossing kreeg, was ik voor eeuwig verloren. Op dat vakantiepark was een dominee die allerlei bijeenkomsten leidde. U kent dat wel. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. En mijn geestelijke, innerlijke nood aan hem verteld. En verteld dat ik maar niets voelde. Plotseling schoot een verklaring in mijn hoofd uit een van de rondzendbrieven van dominee Hegger. Dat geloof ongelijk is aan gevoel. Kwam de volgende vraag naar voren. Overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar het moesten toch, zoals men dit in onze kringen noemde, zaligmakende overtuigingen zijn. Die verdwenen. Ook deze redenering, die ontelbare keren in mijn hart was, verdween onmiddellijk. Toen hebben die dominee met een drietal anderen voor mij gebeden. Dat was voor iemand uit onze kring, laat ik maar zeggen, de rechterflank van de gereformeerde gezin, buitengewoon ongewoon. En ik heb er nog tegen ingebracht toen hij zei van ja, aan het eind moet jij bidden. Ik zei ja, dat kan ik niet. Hè? Een ontroerend gebed van die drie of vier mannen, ik weet niet meer of het er waren, stortte zich over mij uit. Een almachtig God werd aangeroepen. En toen moest ik. Ik heb al stamelen diezelfde God aangeroepen vanuit de diepste ziel, de diepste nood van mijn hart. Een tollenaars gebedje gebeden en mij overgegeven. En ik ben geëindigd met ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. En zo ging ik naar huis. Dat daar en toen is het begin van mijn nieuwe leven geweest. Het in geloof tot Jezus komen en hem aannemen. Feitelijk als een arme verloren zondaar alles in zijn handen gelegd. Mezelf overgegeven. De volgende ochtend, ik was gewend om elke ochtend te joggen, had ik gewoon als een automatisme de Bijbel bij me gestoken. Ik ging op een rots zitten en toen werd datgene wat de dag daarvoor gebeurde bevestigd. Dominee Etienne Manus heeft dat nog de tekst genoemd. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Niet uit u, het is Gods gave. En hoe is het nu? Ik ben een pelgrim, net als de meeste van jullie. Op weg naar Sion, naar mijn grote koning. Ik heb er verschrikkelijk veel over horen vertellen, deze conferentie. Met een hijgend hart, Psalm 42 vers 1. Moeilijk gehad heb ik het in de periode met het loskomen van mijn achtergrond. De gevangenis van de standen en de kruispuntenleer heeft veel innerlijke aanvechtingen opgeleverd. Zo van, eerst dit, dan dat, dan zus. Het werk van God, het soort denken dat het werk van God verpakt in formats, spreadsheets, rekenmodellen. En daar kwam ik bij de vraag uit, is er soms een tussenstand van de ziel? En die vraag hangt nauw samen met het feit dat als we over Jezus' redding spreken, dat in stapjes en fases gaat in het referentiekader waaruit ik vandaan kom. Ik leerde op grond van de Bijbel, en dat raad ik jullie ook allemaal aan, die vastzitten in die kerkelijke achtergrond, of daarmee worstelen. Er is niets tussen dood en leven. Je bent of dood in de zonde en misdaden. Of je leeft tot in alle eeuwigheid. Ezechiël, je hebt een vleeshart hart. Of een stenen hart. Je slaapt in het opperste van de mast. Of je bent ontwaakt. Je wandelt in zijn wonderbaar licht. Of je zit in de duisternis. Je bent onderdaan van koning Satan. Of je bent onderdaan van koning Jezus. De Bijbel leert geen schematoestand. Er bestaat geen tussenstaat voor de ziel. Geen beetje van het een en een beetje van het ander. Dat was voor mij vertroostend en bemoedigend.
Spurgeon, meen ik, die gezegd heeft, de wedergeboorte is als een bliksemschicht, van het ene eind van de hemel tot aan de andere. Zo is het ook als de Heilige Geest in je hart komt. Gods weg is geen martelgang met de door hem gezaligde zondaren, die hij verzoent door Jezus Christus, onze Heer. Ik hoef met mijn werken, met mijn worstelen in stappen en standen, niets meer te verdienen. Het is volbracht. Doemt de volgende vraag op, die ik ook in de afgelopen dagen met enkele van u besproken heb. Ben je dan geen zondaar meer na je wedergeboorte? Natuurlijk. Maar ik heb met Paulus geleerd en aanvaard dat ik een tweemens ben. Een nieuw volmaakt leven is ingeplant. Een leven wat rein, heilig, zondeloos is, waarmee je de eeuwige heerlijkheid in kan. Daar zit de Heilige Geest namens Jezus. Daarnaast blijft de oude mens waar Paulus over spreekt. Beide, zegt Watchman Nee, beide, zegt Spurgeon, voeren een burgeroorlog. Het vlees tegen de geest tegen het vlees. De geest met een hoofdletter. Waarbij we belijden dat de kracht van de oude mens gebroken is. Ik adviseer u allemaal als u daarmee worstelt. Kijk naar de Statenvertaling, wat de kanttekeningen daarvan zeggen. Die hebben het over de overblijfselen van de oude mens. Niet in de verheerlijking van de oude mens in het nieuwe leven. Ik heb me losgemaakt, afstand genomen van begrippen als verandering, in het werkhuis komen, vierschaar der conscientie, een arm zondaars bestaan in een nieuw leven. Moet u zich voorstellen. Je was een arm voordoemelijk zondaar. En je bent een onnoemelijk rijk christen geworden. De stad met palen poorten waar de straten van goud zijn, liggen voor ons klaar. Ik zet me daarmee niet af tegen mijn achtergrond. Ik heb daar medelijden mee. Er zitten honderdduizenden mensen vast in de standenleer. Terwijl hier het platte evangelie heeft hij 2 dagen kunnen horen. Dat Jezus Christus gestorven is voor zondaar. Wij kunnen die onmetelijke, die oneindige en die eeuwige God niet vatten in schema's, rekenmodellen. De wind, moet u maar onthouden, waait waarheen hij wil. Tot slot kom ik natuurlijk op de vraag terecht, van is het geloof dan zo zeker? Men ziet in onze kringen geloofsonzekerheid als een kenmerk van het ware. Het is bijna vergelijkbaar, en dan ga ik 1,5 eeuw terug, met de toestand in Schotland waar de kerken elkaar de tent uitvochten. Voor de opwerkingsgolven die daarna ontstonden. Men vond het bijna godslastelijk om je zeker te weten van het eeuwige leven. Ik las hierover in Trouw, 28 maart 2008, van een vrouw van 21 die belijdenis deed in een van onze kerken aan de rechterflank. Of je genade hebt ontvangen om in de hemel te komen, kun je niet bewijzen. Geloven is iets anders dan zeker weten. De oude dominee Haring bevestigt dit in een recente Calvijnlezing. En spreekt zelfs over een grote pastorale nood, Arjan. Bevestig deze beweging. In de bevindelijke kringen van de gereformeerde gezind. Voor mij is het geloof het kanaal van de genade naar de zaligheid. Waardoor de vaste grond is de dingen die ik hoop en het bewijs der zaken die ik niet zie. Paulus zegt talloze malen in zijn brieven en grijpt daarop terug. Wij weten. Dat betekent overigens ook niet dat ik niet in duisternissen wandel. Dat mijn hart niet koud en dor kan zijn. Dat mijn geloof niet klein kan zijn. Dat ik innerlijk niet geplaagd of zelfs getergd word door gedachten van ongeloof. De Satan die vuurt natuurlijk zijn pijlen af. Op iedereen die naar Jezus gevlucht is. Hij heeft maar 1 doel. Zoveel mogelijk inwoners bij het eeuwige verderf. Maar ik stel mijn vertrouwen dan op Jesaja 50 vers 10. U moet het maar eens nalezen. Tot slot. Mijn bekering is voor u geen norm. Zoals dat in onze kringen gezegd wordt. Ook recentelijk nog in TD stond dat Paulus' bekering een toetssteen was. Zacchaeus, die klom vanuit nieuwsgierigheid in een boom. 1 blik vol liefde was voldoende.
Levi zat in het tolhuis. Volg mij. Twee woorden waren genoeg. Paulus werd neergeveld als een moordenaar en vervolger van Christensen Kerk. De stokbewaarder wilde zichzelf, ja, om zeep helpen, dat is geen goed woord, maar die wilde zelfmoord plegen. Mijn heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En de volgende dag was hij zalig met heel zijn huis. Duncan Campbell, nee, ik moet er nog één noemen, Lydia. Lydia deed me denken aan het meisje van gisteravond. Dat je hart ook langzaam geopend kan worden. Duncan Campbell, meesten van u kennen die wel. Directeur van de Bijbelcollege van Faith Mission, de geloofszending geweest. Werd als 16-jarige jongen, al stepdansend, met een doedelzak van zo'n toneel, af tot God bekeerd. Wat gebeurt? Hij zingt een lied over de heuvels van Tyrone. Kennelijk zijn dat heuvels in Schotland. En in gedachten gaan zijn geloof of zijn ogen naar een andere heuvel met een kruis. Ze noemen dat in Engels dat je in distress raakt with your soul. Wat doet hij? Hij stapt van het toneel af. Vertrok uit de tegenwoordige wereld. Ging op zoek naar Jezus die diezelfde nacht ontmoette. En dan kunnen we alleen maar de rijkdom van de roeping van zondaren aanbidden. Ik meet mij per definitie niet af aan de bekering van anderen en andersom. Maar ik verhef mijn ziel tot hem die net als in de hemel met de engelen verblijd is als er weer één zondaar zich bekeert uit de duisternis van de godsdienst. Van de dansvloer. We hebben de vorige conferentie gehoord. Iemand die de eeuwige verdoemenis zag op zijn dansvloer. Vanaf het toneel zoals Duncan. Uit het tolhuis. Uit de prostitutie. Die dame uit Amsterdam van de CU. Ik ben de naam even kwijt. Uit het bedrog. Ja, waaruit? Uit de liederlijkheid van deze wereld. En het komen tot zijn wonderbaar licht. Tot slot. Hoe wonderlijk dat ook klinkt, ben ik en u die op weg zijn naar Sion, zullen dat ongetwijfeld ook zijn, bewust of onbewust, in mijn diepste existentie, op zoek elke dag, nacht, bewust, onbewust naar hem. Naar een fluistering van zijn stem, naar een flart van zijn aanwezigheid, naar een schat die in mijn binnenste ligt, die ligt te flonkeren en te lokken. Waar ik verlangend ben om dit deksel te openen en dukaten te pakken. Die Heer Jezus, waarvan Paulus zegt, want zo is er geen verdoemenis voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees, maar naar de geest wandelen. Ik weet niet of het mag, Arjan, mogen we dat lied nog zingen? Machtig God, sterke rots. Je mag het ook inpassen in je programma, maar dat is een van mijn liederen die ik graag zou horen. Ik hoop te groeien in de kennis van de Heer Jezus, hem strak te ontmoeten met de zielen die wij en ik hoop tot hem te brengen. Dat is mijn uiteindelijke verlangen.